Lijkt me heerlijk om op de e-bike te gaan later. Oh, ik zou me er niks voor schamen. Ik weet niet, lijkt me heerlijk. Hoi, ik ben Jip van den Bos en ik ben wielrenster bij Team Jumbo-Visma. Ik ben Marianne Vos, wielrenster bij Team Jumbo-Visma. En wij zitten in Heldenpraat. Jip, allebei niet. Ik ben helemaal niet bijgelopen. Ik ook niet. Ik heb deze vraag heel vaak in interviews en ik hoop altijd dat ik iets leuks te zeggen heb, maar ik heb het echt niet. Ja, Marianne heeft dat al vaak genoeg bewezen in de sprints. Ja, maar ik ben in alles heel traag, behalve soms op de fiets. Maar ik weet het niet. Ik denk je ook niet zo goed. Als iemand anders vals speelt en ik daardoor verlies, ja, dat kan natuurlijk niet. Ja, en het fietsen, ja. Ja, ik vind het ook heel lastig. Want ik kan op zich heel goed tegen mijn verlies als iemand anders beter is. Ik kan alleen niet zo goed tegen als ik het zelf niet goed doe. Juist. Ja, hier hebben we toevallig laatst over gehad. En ik vind de muziek die Marianne luistert ook heel leuk. Ik luister wel heel graag muziek. En er staat ook wel gewoon regelmatig gewoon top 40 op of iets dergelijks. Maar ik weet er heel weinig van. En Jip die is daar iets meer aan thuis. Met Marianne vind ik het heel leuk om bijvoorbeeld 90's te luisteren en in de auto mee te zingen. Ja. Kennen wij nou elkaar zo slecht? Of, Ja, ik zou ook zeggen. Ja, ik denk dat ik gewoon heel erg handel altijd op mijn gevoel. En ook vaak voordat ik nadenk al besloten heb wat ik ga doen. Ik denk wel eerst na voordat ik iets doe, maar ik laat uiteindelijk wel mijn gevoel prevaleren. Dus ik ben ook wel echt een gevoelsmens. Ja, Marianne is echt wel een kunstenaar op de fiets. Ja. Ja, Jip is heel handig en Jip kan enorm mooie bochten nemen. Dus super handig met de fiets, super handig in het peloton. Dus ja, ik heb voor me, maar... Ja, makkelijk antwoord. Ja, ik ben gestopt toen ik 16 was, omdat ik aan het puberen was. Nou, en, die vind ik makkelijk. Ja, ik moest even ontdekken wat ik nou eigenlijk wilde in het leven. En of ik wielrenster wilde zijn, of wat ik eigenlijk met mijn vriendinnen uit wilde. Ja, ik was wel mijn 16 inderdaad in de junioren selectie. En toen ontdekte ik van, nou ja, dit is misschien wel echt wat ik wil voor de komende jaren. Maar wat voor Jip dan heel mooi is, is dat je die ontdekkingstocht doormaakt en dan uiteindelijk er resoluut voor kiest. Als we het over serieus hebben, dan denk ik dat ik, dat ik het win. Nou, we hebben al zoveel gefietst in ons leven en afgezien. Lijkt me heerlijk om op de e-bike te gaan later. Oh, ik zou me er niks voor schamen. Het lijkt me heerlijk. We wisselen nogal vaak van materiaal. Dus dat hechten, dat kan je beter maar niet te veel doen. niet te hard hechten aan je materiaal. Ik hou wel heel erg van een schone fiets die niet piept en die niet kraakt. Nou, dan win jij het zeker, want mijn fiets staat hier helemaal vies van de training nog. Dus. Daar zijn we heel erg gelijk in, denk ik. En we willen graag gewoon op het allerbeste materiaal rijden. Daar verdiepen we ons ook in. Ja, maar uiteindelijk denk ik ook dat we allebei wel zoiets hebben van ja, je moet ook gewoon trappen.